Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag heb ik een DIY pakket bij me met dit boek hier. Dus dit is in één keer een heel pakket van uitgeverij Kloets. En daarmee kun je hele kleine snacks zelf naaien. Dus hier heb je bijvoorbeeld een appel. En er zit snoep tussen, donuts, koekjes, dat soort dingen. Ze zijn super schattig, je kan er sleutelhangers van maken. Je kan ze weggeven, gewoon als knuffeltje of zo. En alles wat je nodig hebt zit erin, op een schaar na. Maar ik ga ervan uit dat je wel een schaar hebt. Er zit garen bij, er zit vilt bij. Hier de oogjes en de wangetjes, die zitten er ook al bij. En de schablonen en naalden vind je ook in deze set. Hier zit het boek vast aan de doos. En daar zie je stap voor stap hoe alles gemaakt wordt. Dit is dus pizza, aardbeien, citroen, een poptart. Even kijken, een ei, bacon. Alles wat lekker is, zit zo'n beetje in dit boek om zelf te maken. Ik ga de doos even openmaken. Die zit met plakband vast. Alles is trouwens in het Engels, maar als je het boek doorbladert zie je ontzettend veel plaatjes. Dus ook als je geen Engels spreekt of het niet zo goed begrijpt, dan is het denk ik wel goed te volgen gewoon puur van de plaatjes. Hier is dan een enorm pakket met vilt, allerlei verschillende kleuren die we nodig gaan hebben. Hier zitten er een aantal dubbel gevouwen. Dit is het garen, ook in allerlei verschillende kleuren. De naalden zitten in dit aparte pakje en een soort watten om het allemaal mee te vullen. En hier onderin in het blauw, dat is karton, dat zijn de schablonen. Die leggen we dan op het vilt en dan tekenen we dat over, knippen we het uit. Dan heb je de juiste afmetingen voor je snacks. Ik ga gewoon de volgorde van het boek af. Ik ga namelijk één van deze dingen testen. En het boek begint hier. Even kijken. Hier zie je nog alles wat erbij zit. En hier wordt begonnen met de donut. Start hier staat er ook. En voor die donut heb je alles nodig wat je bij een ander nodig zou kunnen hebben. Dus hier leer je alles mee wat je in de rest van het boek moet kunnen. Dus ik heb twee keer een cirkel nodig voor de donut. En dan één keer de frosting, het glazuur. Die teken je op het vilt. Dan knip je het uit. Ik heb alles even bij elkaar gezocht wat ik nodig heb. Ik begin eerst met het openen van dit wattenspul. Dat is vacuüm gezogen. Dus ik ga ervan uit dat als ik dit open knip dat het opeens opblaast en lucht opzuigt. En dat het veel groter wordt. Ja, dat wordt het ook gelijk. Dat is dus klaar voor gebruik. Dan heb ik hier vilt. Ik ga eventjes deze eerst uittekenen, het glazuur. Die hoef ik maar één keer te hebben, want het zit alleen op de bovenkant van de donut. Anders zou het echt een troep worden, bedenk ik me nu, als de glazuur op de onderkant van je donut zat. Oké. Die willekeurige gedachte hebben we ook weer gehad. Dat kan opzij. Nu gaan we de donut zelf maken. Oh, en dit past net niet naast elkaar. Dat is jammer, want dan blijft er een heel vervelend klein stukje daarover. Ik heb het zo dicht mogelijk maar bij elkaar gedaan, zodat ik zo min mogelijk verspil. Maar ja, dit is niet ideaal. Ik ga het uitknippen. In het midden heb ik een gat gemaakt, zodat ik makkelijk de cirkel in het midden uit kan knippen. Nu het glazuur nog. En hier zitten nu nog wat zwarte randjes langs van de stift. Maar als je het omdraait is dat geen probleem, dan ziet niemand dat.
met de donut zelf doe ik exact hetzelfde. Zoals dat gedaan is, gaat het hier verder met de naald, het garen, hoe dat allemaal gebruikt wordt. En dan hier zo komen we bij het glazuur, hoe we daar oogjes op gaan maken. Hier is alles heel duidelijk zo gedaan met die plaatjes. Dus zoals ik gezegd heb, je hoeft niet echt Engels te kunnen spreken. Het zijn hele grote naalden. Ik heb er maar één nodig. En ik heb het zwarte garen nodig. Het strooisel kan ik zelf uitkiezen qua kleur. Wit heb ik sowieso wel. Oranje en geel. Nou, misschien nog een beetje groen. Roze zie je niet, dus dat doe ik niet. Dat gaat even opzij en ik begin met zwart voor de ogen. Dus eerst komt het strooisel erop en dan pas wordt het allemaal in elkaar gezet. Het is een heel groot oog, dus het is niet moeilijk om de naald er doorheen te krijgen. Even een knoopje erin leggen. En hier kan ik dan een klein oogje zo eruit halen. Ik steek aan de achterkant mijn naald er doorheen. Dan door het oog. Die zijn wel heel klein, dus het is een beetje wurmen. Zo. En weer door het oog heen. En dan zit het eerste oog vast. Nu komt de volgende. Zo ziet de achterkant er dan nu uit met een heel raar stukje zwart tussendoor. De ogen zijn al klaar. Nou ja, klaar, ze zitten erop. Er zit ook zo'n wit stukje glans op. Dat komt later. Ik ga nu eerst even met ditzelfde stukje garen nog de mond maken. Weer naar voren. En deze afstand overbrug ik dan zo met de naald. En nu hebben we een lachend donutje. Het zwart heb ik niet meer nodig, dus dat hecht ik even af. Een beetje ertussendoor zo. Ik leg een knoopje. Goed aantrekken. En dan kan dat afgeknipt worden. Oog en mond zijn klaar. Alleen de witte glans en strooisel moeten nog gedaan worden. Dus ik begin met de witte glans. Hier zo zie je die. In alle oogjes zit dat zo ongeveer. Zo. Dus die ga ik eerst even maken. Daarvoor het wit. En daarvoor heb ik mij heel weinig nodig eigenlijk. Dat was de eerste. En hier komt de tweede. En nu ga ik zomaar, waar ik dat leuk vind, een paar witte strooisels maken. Ik moet ze alleen niet te strak aantrekken, anders blijft het glazuur niet plat. Hetzelfde doe ik met de andere kleuren die ik hier heb liggen. Wit ga ik afhechten. Zo ziet het strooisel er dan uit bovenop het glazuur. Ik heb besloten om groen eventjes niet te gebruiken.
Het was wel genoeg zo eigenlijk. Aan de achterkant ziet het er totaal niet uit, maar dat is hartstikke normaal. Niemand die dat ziet. Nu ga ik verder eventjes het boek erbij nemen. En nu moet het glazuur op de donut zelf komen. Dus op het bruin. Dan neem ik het roze garen om het daarmee op de donut te doen. Ik leg weer een klein knoopje, zodat het niet los kan schieten. Ik pak één stuk donut, het maakt niet uit welke. Zo. En hier in het midden komt dan straks de bol weer bij elkaar. Van de achterkant, hier zo, ga ik naar de voorkant. En zo ga ik helemaal rond, zodat de glazuur goed vast zit. Het midden naai ik aan elkaar. En daarvoor doe ik zo alle drie de stukken op elkaar. Ook dit doe ik met de roze. Ik begin hier zo in het midden. Dus tussen de twee ronde bruine stukken in, zodat die knoop niet zichtbaar is. Dus ik kom eigenlijk uit het midden. Daar zit dan de knoop verstopt. Ik ga door het gat heen. En hierachter steek ik hem in. En dan gaat hij door alle drie heen. Weer door het midden. Dan zit deze steek zo. Als ik hem achterin steek, mooi vast. Het midden zit nu aan elkaar. Dus nu is die buitenom helemaal open. Dat wordt met het bruin aan elkaar vastgezet en ondertussen gevuld. Dus bruin garen. Ik steek weer zo tussen de twee bruine cirkels in. En dan steeds door allebei heen. Een deel zit al aan elkaar en dat ga ik nu al gelijk vullen. Ik gebruik de stift om het er echt even goed in te krijgen. En dan ga ik weer verder met naaien. Weer vullen. En verder naaien. Ik ben nu ongeveer op de helft en zo ga ik de hele tijd zo door. Dit is het laatste stukje dat ik dichtnaai, dus dat vul ik alvast voordat ik het dichtnaai. Anders krijg je natuurlijk niks meer erin en dat is niet bepaald handig. Beetje klein maken. En dan komt het laatste stukje bij elkaar. De donut is nu helemaal aan elkaar gezet en gevuld. Dus hij is zo goed als klaar. Hij is super schattig, maar hij moet nog wel eventjes afgehecht worden natuurlijk. Ik probeer de draad in de donut te laten verdwijnen. Dus ik steek hem zo hier erin. Ik haal hem er doorheen. Dan steek ik weer terug. Ook dat doe ik door de donut heen.
En ik knip het zo kort mogelijk af. En dat blijft dan zo in de donut. Boos stukje nog even weg. En dan is de donut echt helemaal klaar. Je zou er nog een lintje of zo doorheen kunnen doen, zodat je het als sleutelhanger hebt. Je kan hem natuurlijk ook zo houden. Het is eigenlijk net een soort knuffeltje. Je kan hem als een cadeautje geven of je zou het hele boek ook cadeau kunnen doen. Zoals ik gezegd heb, het is in het Engels, maar het is heel goed te volgen als je geen Engels spreekt. Het is een heel leuk cadeau. Ik hoop ook dat jullie deze video heel leuk vonden. Als het zo is, laat me dat weten door de video een duim omhoog te geven of een reactie achter te laten. Ik hoop ook dat je abonneert op dit kanaal. Klik dan op het klokje naast de abonneren button. Dan mis je nooit meer een video van ons. Ik hoop dat je dat doet. Dan zie ik je de volgende keer weer. Tot dan en dag!